Yes, kijk eens even hier. Nu zijn we weer hier uitgekomen. We gaan verder met de 24.000 stappen zetten. Echt wel gaaf dit. Ik ben heel benieuwd wat de microfoon van de camera doet, want die staat nu naar mij gericht. En als ik hem omdraai, dan zit hij vol in de wind. Dat doet hij nou waarschijnlijk ook wel, maar goed. Ik ben heel benieuwd wat thuis het geluid is. Wauw, kijk dit aan. Dat is best diep. Heel erg gaaf dit. Ah, kijk. Hier heb je ook weer zo'n geval. Dat ziet er echt heftig uit. Misschien een soort van schuilplek voor dieren, dat ze daar op de een of andere manier in kunnen gaan. Hé, hey, deze zit helemaal vol met water. Hé, hey, hoezo zakt dat water niet weg? Ook een beetje vreemd. Dan zou je haast bijna wel zeggen, hebben ze de zeil ingemaakt. Een drinkplek voor dieren, maar ik denk dat die iets te diep gemaakt is. Of ze pakken hem via de zijkant, heel misschien. Of ik zou zeggen, gooi er meer water in, jawel. Kijk dan naar deze open vlaktes. Echt geweldig. Nou, je ziet het. Het heeft hier behoorlijk gestortregend. Stenen erbij. Ach, kijk. Echt overal staat water in. Ah, kijk. Daar is het pad al. En die gaan we, als het goed is, die kant heen lopen. En dan langs de bomenwal het diepe bos in. Want die rand, dat is allemaal bos. Zo, kijk dan hoe groot dit is. En dan te beseffen dat we ze straks tegen de avond misschien weer helemaal terug moeten. Helemaal naar die kant. Oh, ik ga ook niet eerder naar huis voordat er 24.000 stappen op die teller staat. Kijk dit dan. Hier hebben wel dieren gelopen.
Als die bewolking nou een beetje wegtrekt en de zon die komt er doorheen, dan zou het een stuk aangenamer zijn. Hey, is dit ook alweer afgesloten? Vroeger kon je hier gewoon doorheen. Wat hebben ze nou dan weer gedaan? Dat meen je niet. Rustgebied hebben ze hiervan gemaakt. Oké, hier staat het wel duidelijk aangegeven. Op de meeste plaatsen nog niet. Nou, wij wouden dus zo lopen. Dan moeten we er blijkbaar weer helemaal omheen gaan. Met een hele grote omweg. Ja, dan maar deze kant heen. Het is niet anders. Kijk dan wat een water hier staat. Dan weet ik het niet helemaal 100%. Ja, ik wou net zeggen. Er lagen vroeger van die bomen en die liggen er nog steeds. Kijk, dat. En nu is het opeens een rustgebied geworden voor wild. Oké dan. De natuur wordt steeds kleiner helaas. Maar goed, hier staat het inmiddels wel goed aangegeven. Op sommige plekken, als je via de ene kant inloopt, staat er niks. En via de andere kant wel. Ook zo heel erg vaag, maar goed. Even kijken, wat gaan wij doen? Ja, dit was eigenlijk niet de planning. De planning was dat we hier zo doorheen gingen. En daarheen. Dus hier zit ik heel even te kijken. Ik pak even mijn GPS erbij. Even kijken of ik een andere coördinaat in kan toetsen. Want dit schiet zo niet op.